Ingang Noord is het nog rustig, maar binnen is Gamescom 2017 officieel losgebarsten. Het publiek mag nu ook naar binnen en dat betekent dat het letterlijk zwart ziet van de mensen. Wij gaan ons vandaag begeven tussen die mensen en ja, hopelijk gaan we dat overleven. Er worden dus gratis versies van Farming Simulator uitgedeeld en mensen gaan helemaal los. Het is hartstikke leuk om te zien. We hebben de booths inmiddels achter ons gelaten en het is tijd om ons tussen de mensenmassa te begeven. Zoals je ziet is het behoorlijk druk en ja, we gaan kijken wat die mensen beweegt om hier te komen. Are you here for the games or are you here for the cosplay? For cosplay. I'm here for the games too, of course, but I think it's a nicer atmosphere if there are cosplayers, so I wanted to be a part of it. The games and cosplay. Today I'm here for the cosplay and the next days I'm here without cosplay. For the games. For the games. For the games. Yeah. For both. Both, yeah. And what games do you want to check out while you're here? I like Anno because of memories, I guess, of my childhood, and The Witcher, of course. It's a great game. At the moment, I'm searching for the live stream from Injustice 2, but we were here for games like Assassin's Creed Origins and Sea of Thieves. It's a really nice game. And also there's Ace Combat 7. Assassin's Creed, Dragon Ball, Marvel vs Capcom, and Star Wars. Assassin's Creed, the new Call of Duty, and some more. I think World of Tanks is a nice game. Well, I tried Frostpunk in the indie games arena, which was really, really good. It's like a strategic game. What else? I want to try Life Before the Storm, the DLC for Life is Strange. Well, it's like not a DLC, it's a prequel. Yeah, Life is Strange as well. And I'm really looking forward to Gwent Thronebreaker. Ja, ik wou heel graag Gwent spelen natuurlijk, want ik ben jaren voor cosplay, maar ook Overwatch. En ik wil heel graag naar Assassin's Creed Origins. Ja, welke nog meer? Uncharted 2. Ik wil ook naar The Evil Within toe. En Wolfenstein wil ik ook heen. Oké, dat zijn behoorlijk wat titels. Denk je dat je daar aan toe komt? Of? Ja, we zitten hier 3 dagen, dus ik hoop het. Als er iets is waar Gamescom onbekend staat, dan is het wel cosplay. Je hebt hier zelfs een speciale cosplay village. We gaan eens even kijken of we iets leuks tegenkomen. Mensen zitten hier al klaar om alle cosplay straks te gaan bewonderen. Dit is namelijk waar straks de cosplay competitie gaat losbarsten. En hier gaat iedereen hun beste cosplay laten zien. Op Gamescom kun je niet alleen terecht voor de toffe games, maar ook alles wat met games te maken heeft. Zo ook games merchandise, caps, hoodies, shirts. Je kan het zo gek niet bedenken of het is hier te krijgen. Dus wij gaan ook eens even kijken of we iets kunnen scoren. De zon hangt laag aan de hemel, overal druipen mensen af, mensen liggen op de grond, mensen zitten op de grond. Overal waar ze kunnen zitten, zitten ze. En zo voelen wij ons eigenlijk ook, want voor ons zit de dag er ook op. We hebben meer dan genoeg gezien. We hebben toffe booths gezien, toffe booth babes gezien, we hebben toffe merchandise gezien, leuke cosplayers hebben we ook kunnen zien. Ja, ik zou zeggen, check voor alles wat met Gamescom te maken heeft, natuurlijk gewoon xgn.nl.